Dan gaan we eerst even een foto maken voor de vrachtwagen. En dan gaan de meisjes met Michael en met Martin op het werk kijken wat we daar hebben gedaan. Dat ligt de riolering. Als je vanmorgen naar de wc bent gegaan, als je goed kijkt, kun je straks zien dat je zo daar langs. Ja, Freddy Post. We hebben hier de kinderen laten zien bij een vrachtwagen hoe groot de dode hoek is. Op welke plekken allemaal ze niet zichtbaar zijn voor de chauffeur. Dus ze konden ook zelf ervaren doordat ze achter stuur zaten. Dat heel veel kinderen vlak naast de vrachtwagen, in het bijzonder aan de rechterkant, totaal niet zichtbaar waren. En vonden ze het leuk? De kinderen vonden het erg leuk, vooral in de vrachtwagen. En waren er nog gekke vragen? Nou, of ze op de vrachtwagen mochten, maar dat hebben we maar niet gedaan. Dus het was een succes deze? Het was een succes voor de kinderen hier. Welke groepen waren het eigenlijk? Dit waren de groepen 7 en 8 van de Klepperbelt. Van de Klepperbelt. En wie komen er dan meer? De groep 7 en 8 van de Bron. Goed zo. Martin Scholten van de gemeente Oldebroek. En wij laten buiten van dichtbij zien wat we aan het doen zijn. We zijn al enkele maanden langs de scholen bezig. En nu kunnen de kinderen dicht op het werk kijken. En we leggen even uit hoe de riolering wordt aangelegd en de opbouw van de weg. En nou, de kinderen vinden het hartstikke leuk. En die hebben een mooi hesje aan en die zijn lekker buiten. En die vindt het helemaal prima. Waarom doe je zoiets? Nou, de aannemer had aangeboden omdat ze toch voor overlast zorgen bij de scholen. Om maar toch een stukje ja, iets van het werk van dichtbij te laten zien. En dat de kinderen weten van, hé, waar komt dat lawaai vandaan? En dan weten ze ook eens waar de poep naartoe gaat. Dat weten ze ook, want dat was ook de eerste vraag die de wethouder stelde van, wie is er vanochtend naar de wc geweest? Ja. En daar ging het inderdaad over.